Ja, nee, het gaat wel oké. Okay. Ja, het gaat wel. Maar de echte vraag is... Word ik ooit normaal? Yo gasten van Always Normal, mijn naam is Barend en zoals je kan zien doe ik mijn horloge om, want jullie hebben weer een paar reacties achtergelaten om mij wat normaler te maken. Ja, ken je dit nou nog niet? Ik ben al 2 afleveringen bezig om normaal te worden en het lukt nog steeds niet. Ja, als je bewijs wil, dan is dit denk ik wel een goed bewijs. Dansen, lekker gek doen, maar dat maakt niet uit, want we zijn bijna normaal. In ieder geval, ik moet dus normaler worden en daar krijg ik jullie hulp bij. Want ook de vorige afleveringen hebben jullie weer leuke reacties achtergelaten die mij zouden moeten helpen om normaler te worden. Hier zijn ze dan. Als allereerst hebben we een mooie reactie van Tuur. Het idee was... Hihihi, zeg ik lekker niet. Dankjewel. Dan zegt Botercramp, kijk in de zon. Oké. Nou, daar ga ik dan. Ik weet ook echt niet waarom ik dit doe. What the fuck is deze opdracht? Mijn ogen doen pijn, what the fuck? Sienne die reageert, ga boodschappen doen. Maar ik heb even een vraag. Moet ik dan normale boodschappen doen? Of juist niet normale boodschappen, zodat ik normaal kan worden? Of moet ik dan bananen halen of peren? Of moet ik dan ham of kaas halen? Waarom moet ik boodschappen doen? Wat moet ik halen als ik boodschappen moet doen? Moet ik dan normale dingen halen of moet ik eerst geen normale dingen? Ik weet het niet meer. Dan zegt Leftfinger heel mooi. Probeer gewoon jezelf te zijn. Want dan ben je eigenlijk normaal. Ja, en zoals jullie konden zien deed ik snel mijn horloge aan. Want ik kreeg nog de reactie van Bo, laat de kijkers je dag bepalen. Dus ik heb een hele mooie story geplaatst op mijn Instagram of ik mijn horloge wel of niet moet dragen. Oké, guys. Zal ik vandaag wel of niet mijn horloge dragen? Jullie mogen kiezen. Want dat verandert mijn hele dag. Mike die zegt dat hij aan het poepen is. En daarna reageert hij op zijn eigen reactie. En daarna reageert Boter op die reactie met oef, reactie aan jezelf geven. Ik weet niet, maar hierdoor voel ik me niet normaler eigenlijk. En Epic Dust vraagt om een face review. Tadaa! Ja, ik weet ook niet waarom dit mij normaler zou moeten maken, maar weet je wat jullie zeggen, joh? Ik vind het allemaal helemaal best. En dan is het tijd voor een hele bijzondere wending. Want dit is een terugkomend ding. In de vorige aflevering is het ook gebeurd. Een food review. Die gaan we natuurlijk doen. Dus ik ga lekker het eten erbij pakken. Food review. Want dit gaat mij normaler maken. Ik heb hier... kruidnoten. Ik weet niet wat het is. Want ik ken wel, het lijkt een beetje op pepernoten van Sinterklaas. Maar het is augustus. Dus ik denk niet dat hetzelfde is. Nou, ik ga er eentje proeven. Het ziet er wel hetzelfde uit als een pepernoot. Maar dat kan het niet zijn. Het smaakt ook wel een beetje naar pepernoten. Wel lekker. En dat was niet de enige review die ik moest doen om normaler te worden. Schijnbaar moet ik ook een... deur review doen. It's time for deur review. En dit is de deur die we vandaag gaan reviewen. Hij heeft stickers. Hij kan goed open en dicht. De deurklink werkt ook. En aan de binnenkant is die mooi wit. Nog even belangrijk. Is natuurlijk het klopgeluid. Dat is erg mooi. Op een schaal van 1 tot deuren. Geef ik deze deur 5 deuren uit 7. Dat was de review. Wat een prachtige deur. Super mooi. Je kan er helemaal doorheen lopen en zo. Nou, dat was hem alweer. Voel ik me wat normaler vandaag? Weet ik niet. Ik denk dat jullie me toch nog maar even moeten helpen. Dus doe maar even een reactie hier beneden. Wat gaat mij normaler maken? Verzin iets leuks, verzin iets geks.
En dan zien wij de volgende aflevering wel of het me dan weer gaat lukken om normaler te worden. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zeg natuurlijk zoals altijd like, abonneer, reageer. Ja, ik hoop dat ik de volgende keer weer wat normaler kan worden. Maar dat zien we dan wel. Ja, trouwens. Nerd staat op Spotify. Van Nerd, Sean en mij. Leuk liedje. Hoor je nu? Oh, volgens mij. Ja, je hoort hem. Dus, yo. Luister. Spotify, linkje in de beschrijving. Yes. Bijna normaal. Ja. Yeah.